Zakaria Ishati. Ja. Vandaag thuis tegen Ajax. En dan zit binnen 8 minuten is het al 3-0. Klopt. We hebben ervoor gekozen om gewoon meteen goed druk te zetten. Ik denk dat we gewoon heel goed druk hebben gezet. En waardoor we eigenlijk gewoon de fouten van Ajax snel hebben afgemaakt door goals te maken. Ja. Het lijkt een beetje op het begin van de competitie, of tenminste het begin van het oefenwedstrijden. Kort druk zetten, tegenstander opjagen en zo het spel verplaatsen. Klopt. Ik denk dat we gewoon vanaf de eerste minuut goed druk zetten. Dat we gewoon goed aan de bal waren vanaf de eerste minuut. En wij wisten al vooraf dat het defensief bij hun niet helemaal goed organisatorisch staat. En daar hebben we gewoon goed gebruik van gemaakt. Ja, we misten natuurlijk ook, denk ik, misschien vandaag dan niet. Maar je mist toch een spits als Mark van der Weijden. Mark is gewoon is een toegevoegde waarde voor ons. Alleen ik denk dat Quincy het vandaag ook goed heeft gedaan. Hij stond positioneel goed en hij heeft ook zijn goal gemaakt. Dus ik denk dat hij het goed heeft gedaan. En Remco die viel ook heel erg goed in. Alleen Mark hebben we er zeker graag bij. Ja, collectief is een uitstekende wedstrijd geweest vandaag, denk ik. Klopt, we hebben eigenlijk niets weggegeven vandaag. De nul gehouden, dat is denk ik het belangrijkste. Je maakt snel de 2-3-0. En daarna is het gewoon wachten op de andere goals. En we hebben gewoon goed gespeeld vandaag. Ja, maar ook jij hebt het in het begin een beetje moeilijk gehad. Ik denk dat dit je ideale plek is. Zeker. Sinds mijn blessure, ik ben blij dat ik weer terug ben. Nu al een aantal wedstrijden. Alleen met mij en Mo op het middenveld, we voelen elkaar goed aan. En in het voetballende stukje gaat het gewoon goed tussen ons. En we proberen elkaar steeds te vinden om tot kansen te komen. En vandaag ging het ook aardig. Ga lekker genieten in de kleedkamer, jongen. Zeker, dankjewel. Dankjewel.